Op Instagram deelt Erika Renkema een fragmentje uit Chateau Meiland. Daaruit blijkt dat ze een enorme blunder begaan heeft. Tineke zat net aan de koffie bij ons en toen zei mama: Ik heb een witte broek aan en hij is nu al vies, maar ik moest wat leuks aan, hé, want het is de vrijgezellen dag van Maxime, vertelt Maxime Meiland. Het vrijgezellenfeest moest nog een verrassing blijven, maar Erika heeft met andere woorden haar mond voorbij gepraat. Erg hé, hey. het vloepte er gewoon uit, reageert ze. Gisteren heb ik het heel goed gedaan, heb ik haar helemaal op het verkeerde been gezet. En, maar kan je straks tegenover die meiden niet doen alsof je van niks weet, probeert ze nog. Daar wil Maxime echter niet van weten. Ik mag niet liegen in mijn leven, dat zeg jij altijd, antwoordt ze resoluut.